Goedendag, ik ben dokter Paul Koek, oprichter en ontwikkelaar van het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier. Samen met een aantal collega's, artsen, psychiaters, psychologen uit België, Nederland, Europa en internationaal, hebben we het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier ontwikkeld. En als u vandaag deze test heeft ingevuld, is de kans groot dat u zich slecht voelt, dat je ongelukkig bent, dat je last hebt, spanning voelt, het gevoel hebt dat er iets aan controle ontsnapt in je leven, het gevoel dat je, misschien kan je niet goed slapen, misschien heb je last van hoofdpijn, andere mensen hebben het gevoel dat de concentratievermogen niet meer werkt, alsof hun hersenen niet meer van hun zijn, alsof het orgaan van hun hersenen niet meer doet wat zij willen. En als je met een van die gevoelens, angsten, angstaanvallen, paniekaanvallen, hyperventilatie, vermoeidheid, uitputting, burn-out, niet meer vooruit kunnen, geen energie, spanning, dan is er hoop. Want er is geen enkele reden om daarmee te blijven rondlopen. Er zijn duizenden mensen, honderden mensen, die dagelijks oplossingen zoeken, die dagelijks oplossingen vinden. Want het is mogelijk om je hersenen terug te krijgen. Het is mogelijk om je lichaam terug in die positie te krijgen dat het terug doet wat je wil en dat jij terug kan leven zoals jij wil. Want uiteindelijk, wanneer krijgen we stress? We krijgen stress op die momenten dat we het gevoel hebben dat we niet meer ons leven kunnen leven zoals we willen leven. Dat we niet meer een goede vader kunnen zijn, een goede moeder, een goede dochter, een goede collega, een goede vriend, een goede vriendin, een goede kameraad, een goede professional. Op het moment dat we het gevoel hebben dat we dat niet meer kunnen, dan beginnen we onder spanning te staan. Dan begint ons lichaam tekenen te geven van, hey, hier is iets niet pluis. En het is mogelijk om die dingen op te lossen. Het is mogelijk om opnieuw gelukkig te leven, om ontspannen te leven. We zien tientallen, honderden mensen per maand die na een moeilijke periode door dagelijks aan zichzelf te werken terug een glimlach op hun gezicht krijgen. We zien dat mensen in 3 weken tijd hun stress kunnen doen dalen met meer dan 50%. En dat het grootste deel van de mensen die het programma volgen ongeveer in 2 à 3 weken tijd terug op het punt komen dat ze zich terug oké voelen. Dat ze terug het gevoel hebben van, hey, mijn leven begint terug in die richting te gaan die ik wil. Misschien hebben ze meer tijd om het uit te werken nodig, om volledig alles in een plooi te laten vallen. Maar na enkele weken is het mogelijk om je terug gelukkig te voelen, om die wijzers van die stresstest terug in het groen te zien staan. Nu, de vraag is, hoe komt dat de meeste mensen mislukken in het zoeken naar oplossingen? De belangrijkste reden is dat mensen de beslissing niet nemen. Vandaag is het genoeg en vandaag wil ik er iets aan veranderen. Heel belangrijk, die keuze te maken. Vandaag is het genoeg en vandaag neem ik mijn lot terug in handen. Tweede belangrijke reden is dat mensen geen systeem hebben. Ze weten niet hoe eraan te werken. Ze hebben geen procedure, ze hebben geen systeem, ze hebben geen handvaten om het te doen. Derde is dat mensen vaak geen toegang hebben tot de juiste informatie. Ze hebben geen permanente mogelijkheid om dagelijks een stukje bij te leren hoe ze die dingen moeten veranderen en aanpakken die ze willen aanpakken. Vierde belangrijke reden is dat mensen vaak geen toegang hebben op korte termijn tot de juiste begeleiders, de juiste mentoren, de juiste therapeut of arts die hen begrijpt en die hen bij de hand kan nemen en de weg kan wijzen. Vijfde reden is dat mensen vaak dagelijks een stukje begeleiding nodig hebben. Elke dag opnieuw moet je een kleine stap vooruit zetten en moet je weten hoe je dat te doen. En veel mensen weten niet hoe dat ze daaraan moeten beginnen. En hoe mijn verhaal is begonnen, hoe ik tot de ontwikkeling van mijn kwartier ben gekomen, is als volgt. Ik werkte al jaren als geneesheer, als psychotherapeut, als stressbegeleider. Ik heb ook gewerkt als businesscoach, begeleider van topmanagers, evengoed tot en met gewone dagelijkse mensen zoals jij en ik. En wat mij vaak opviel, dat is dat mensen te laat kwamen. Of niet kwamen. Ik herinner me een moment dat een collega geneesheer mij zei, ja, ik heb vorige maand 5 mensen naar jou gestuurd. En 1 van de 5 had gebeld. 1 op 5 had gebeld om een afspraak.
En dan, een tijdje nadien, was die collega enkele jaren nadien op pensioen. En nog enkele jaren later kreeg ik een telefoontje van een patiënt die zegt van, jij bent gestuurd door. Ik zeg, hoe kan dat nu? Die man is op pensioen. Ja, ik heb jouw kaartje al 5 jaar in mijn schuif liggen met jouw telefoonnummer. Maar ik durf niet te bellen. En heel veel mensen hebben die drempelvrees. Ze durven die stap niet zetten om iemand te praten. Want gaat het wel klikken? Ga ik mij daar goed bij voelen? Moet ik heel mijn verhaal over het verleden uit elkaar doen? En als het niet lukt, moet ik dan helemaal opnieuw beginnen bij iemand anders? Het zijn honderden vragen die door ons heen gaan. Op dat moment begon ik te beseffen van, we hebben iets anders nodig. Er zijn veel mensen die gebaat zijn met een gesprek. Gesprek is zeker iets nuttig. Maar er zijn heel veel mensen die stap niet zetten. Die ofwel een tussenstap nodig hebben, of een andere stap. Na jaren nadenken ben ik tot het idee gekomen van, laat ons samen met de beste experten ter wereld, en gelukkig had ik die onder mijn vriendenkring, in mijn wetenschappelijk milieu, hebben de koppen samengestoken en gaan denken van, hoe kunnen we een product, een programma ontwikkelen, waar de beste expertise van de beste therapeuten internationaal wordt samengebracht. En op dat moment ben ik begonnen aan de ontwikkeling van mijn kwartier. Het heeft een jaar of drie geduurd om het programma op te stellen. Ondertussen is al een jaar of drie dat mensen erdoor geholpen worden. En hebben de eerste wetenschappelijke resultaten. De laatste studie die op 1000 mensen is geanalyseerd, toont dat de gemiddelde deelnemer ongeveer rond de tweede à derde week, een vermindering van 50% stress heeft, 50% angst en depressiviteit. En dat ongeveer de helft van de mensen rond die tweede à derde week het punt van genezing bereiken waar ze verlost zijn van hun symptomen. Natuurlijk moeten ze nadien nog verder werken om te zorgen dat ze niet hervallen, daar worden we ook in begeleid. Maar op enkele weken tijd kan je een aanzienlijk mooi resultaat bereiken. En het merkwaardige dat uit die studie kwam, is dat we ook gezien hebben dat mensen die nog maar 6 maanden van het probleem last hadden, tot mensen die aangaven, ik heb er al 30 of 40 jaar last van, dat de resultaten voor beide groepen ongeveer vergelijkbaar waren. Dus dat het niet is omdat je al lang mee iets zit, dat je niet kan vooruitgaan. Natuurlijk is het naarmate je langer last hebt van het probleem wel belangrijk om er langer aan te werken om te zorgen dat jouw resultaten ook behouden blijven. Maar dat wordt in begeleiding in het programma. Nu, wat is eigenlijk het geheim van mensen die het wel goed doen? Mensen die wel succesvol met stress omgaan, die gelukkig zijn, die hun leven kunnen leven zoals ze het willen leven. Eigenlijk is dat in de eerste plaats omdat die mensen op moeilijke momenten de beslissing hebben genomen, ik pak die moeilijkheden aan. Ik zoek een oplossing, ik leer oplossingen zoeken en ik blijf dan doorgaan totdat die oplossingen een gewoonte zijn geworden, totdat ik die dingen die mij tegenhouden tot een automatische gewoonte heb kunnen automatiseren in mijn leven. Dat is een belangrijke eigenschap van mensen die er wel in lukken. Een tweede eigenschap is dat die mensen op zoek gaan naar een systeem om hen daarbij te helpen, om die oplossingsgerichte manier van denken aan te leren als ze die niet spontaan hebben gevonden. Een andere eigenschap die je bij die mensen heel vaak terugvindt, dat is dat die mensen op zoek gaan naar de juiste mentoren of begeleiders. Al dan niet in de vorm van een live persoon, al dan niet in de vorm van filmpjes op het internet of informatie of in de vorm van een programma, maar die mensen nemen actie om op zoek te gaan naar iemand die hen de weg kan wijzen. Een andere eigenschap is dat die mensen heel hun leven lang steeds opnieuw willen bijleren. Met kleine stapjes willen bijleren om hun leven beter en mooier te maken en in die richting te sturen die ze zelf willen en kiezen. Nu, hoe is het programma opgebouwd? Belangrijk is, op het moment dat je klikt en zegt, ik schrijf mij in, en nadat je je ingeschreven hebt, eerst geef je je naam en een aantal administratieve gegevens in, dan betaal je en na de betaling, op het moment dat je ingeschreven bent, krijg je elke dag een e-mail. En die e-mail nodigt jou uit om de volgende stap te zetten. Dus elke dag word je uitgenodigd om ongeveer een 15 minuten aan zelfhulp te doen, maar je wordt gestuurd. De eerste week weten we dat mensen meestal heel weinig voorkennis hebben. Mensen weten niet hoe onze hersenen werken. Mensen weten niet hoe het komt dat wanneer we angsten hebben of piekeren of ons geheugen niet meer
goed kunnen gebruiken. Of concentratiestoornissen. Ze begrijpen niet wat er in hun hersenen gebeurt. De eerste week leggen we heel veel in een eenvoudige taal uit wat er in de hersenen gebeurt op een simpele, eenvoudige manier. Ik herinner mij ooit een loodgieter die mij vertelde, Paul, dat is nu de eerste keer in mijn leven dat iemand me in woorden die ik kan begrijpen, in een niet-wetenschappelijke taal, toch een aantal wetenschappelijke begrippen heeft kunnen meegeven. De eerste week, leg je een aantal testen af om te kijken waar je staat. Elke dag krijg je een filmpje met een stukje theorie. Theorie die heel vaak herhaald wordt, omdat we weten dat als je onder druk staat, dat je het niet altijd direct onthoudt. Dus zelfs als je het de eerste dag niet door hebt, de tweede dag komt het in een andere vorm terug, tot de basis duidelijk is. We leren je aan, 1, hoe de hersenen werken, ten tweede, hoe je terug oplossingen leert zoeken als je geen oplossingen meer kan zien, hoe je eigenlijk het oplossinggericht vermogen van jouw eigen hersenen terug herstelt, en ten derde leren we je aan hoe je van die nieuwe oplossingsgerichte manier van denken een gewoonte kan maken, zodanig dat die steeds een vast onderdeel van jouw leven wordt. En we leren je ook aan hoe je kan vermijden dat je later terug hervalt. Of zelfs als je moeilijke momenten hebt dat je bijna terecht hervallen, wat je kan doen om bij te sturen, om terug de teugels van je leven in handen te nemen. Dat zijn een aantal van de dingen die we je aanleren. De eerste week wordt de basis gelegd. Die is voor iedereen heel erg stabiel, zodat iedereen een goede basis heeft. En vanaf de tweede week kan je elke week 1 of meerdere thema's kiezen waar je op in wil zoomen. Heb je meer last van angsten, dan focus je op hoe kan ik mijn angsten verminderen. Heb je last van hyperventilatie, leren we je technieken aan, inzichten, theoretische inzichten en praktische oefeningen om met hyperventilatie om te gaan. Heb je last van depressieve gedachten, dan leren we je hoe je die depressieve gedachten kan ombuigen. Kan je niet zo goed slapen, dan leren we je technieken aan om beter te leren slapen en wat je daaraan kan doen. Zoals als je relatieproblemen of communicatieproblemen hebt met je partner, met ouders, met kinderen, met collega's, met vrienden, kan je kiezen om een aantal relationele vaardigheden en communicatievaardigheden aan te leren. Dus in het programma kan je op meerdere momenten kiezen waar jij op dat moment nood aan hebt. En het kan zijn dat je nu nood hebt aan één ding, volgende week een andere richting uit wil gaan omdat een ander probleem opduikt, en de week daarop kan je terug op het eerste verder gaan. Dat kan je helemaal op jouw maat en jouw ritme kiezen. Het programma gaat ervan uit dat jij weet wat je nodig hebt, op voorwaarde dat wij het in de juiste verpakking op de juiste manier aan jou aanbieden. En we helpen je om steeds betere keuzes daarin te maken. Je zal ook merken dat na een aantal weken het gevoel hebt van, hey, ik begin anders naar mezelf te kijken. Ik leer mezelf beter kennen op een andere manier. En die andere manier maakt dat ik terug eigenlijk mijn hersenen terugkrijg, mijn denkvermogen, dat die blokkades die mij onderweg zijn overkomen, dat ik die leer overwinnen, soms door actief iets te doen. En soms zal je merken dat die als sneeuw voor de zon wegsmelten. Vaak is het zo dat je in het begin eventjes kunstmatig een beetje gaat oefenen, en dat je nadien merkt dat het bijna onbewust en spontaan als een gewoonte begint te verlopen. Dat is waar we naartoe streven. Hoe verpakken we dat? Door dagelijks op dat tijdstip dat jij kiest. Je kan dus zelf zeggen, ik wil uitgenodigd worden per e-mail om zo laat morgen. Want dan weet ik dat mijn kinderen niet thuis zijn of dat mijn collega's al weg zijn van het werk. En je kan op dat moment kiezen wanneer je wil uitgenodigd worden. In die e-mail krijg je nog eens een samenvatting van de actiepunten die je hebt gekozen. Je klikt en je stapt in het volgende stukje van het programma. Elke dag een 15-tal minuten, soms een paar minuten meer, soms een paar minuten minder, gemiddeld een 15-tal minuten, waarin je soms een stukje informatie krijgt, een filmpje, een stukje theorie, soms een stukje praktijk, een oefening om in te oefenen, en regelmatig vragen. En die vragen die zijn zo opgesteld dat door die te beantwoorden, dat je druppelsgewijze, stap voor stap, zal merken, en misschien merk je het zelfs niet eens zelf. Veel mensen zeggen, mijn partner maakt er mij op attent, dat ik anders tegen de dingen begin aan te kijken. En dan pas beseffen ze dat ze zelf al inderdaad na de eerste of de tweede week anders beginnen naar dingen aan te kijken.
Dat we regelmatig zien dat de buitenwereld het soms eerst opmerkt. Soms merk je het eerst zelf op, maakt ook niet uit. Dus door het feit dat we je dagelijks uitnodigen, krijg je een soort gewoonte en een ritme. En de dagen dat je niet op het internet kan, geven jou hints hoe je de mentale strategie achter het programma zelf kan doen. Want onze bedoeling is dat je het in het begin samen met ons doet en op het moment dat jij kiest dat je alleen verder kan, zonder ons verder kan. Dat je het geïnternaliseert als een gewoonte in jezelf. Wat ook belangrijk is, je kan op elk moment stoppen. Je kan het programma 1 maand volgen, je kan ook zeggen ik volg het 2 of 3 maanden. Maar je kan elke maand opnieuw kiezen of je wel een maand meer wil of niet. En het is niet zo dat het automatisch verlengd wordt. Je moet zelfs zelf een sein geven van nu wil ik terug een maand bijvolgen. En er zijn een aantal mensen die inderdaad nog een 2e maand bijvolgen. Omdat ze zeggen van ik ben een stuk op weg, ik ben een stuk vooruit gegaan. Maar ik wil dit nog meer bestendigen tot het een gewoonte wordt. Je hebt ook mensen die enkele maanden pauzeren en dan na een aantal maanden zeggen ja, nu wil ik terug iets opfrissen en nog een stap verder gaan. Ik heb ook mensen gezien die 3 jaar geleden het programma hebben gevolgd en nu zeggen van ik ga nog eens 1 maand terug opfrissen. En als je 3 jaar nadien verder gaat, ga je gewoon verder daar waar je gebleven bent. Dus je begint niet opnieuw in het programma. Het programma houdt bij waar je zit en leidt je verder door de volgende stappen. Nu, als je erover nadenkt, wat zijn de problemen om naar een therapeut of een begeleiding te stappen? Er zijn er eigenlijk 2. Ten eerste financieel. Als je privé moet betalen, ben je al direct 40, 50 tot 80, 90, in sommige regio's zelfs €100 kwijt voor een sessie. Per keer dat je naar een gesprek gaat. Nu, als je dan dagelijks een ontmoeting of een begeleiding zou willen, dat wordt onbetaalbaar. Dus aan de ene kant is het zo dat je voor minder dan de prijs van een sessie een ganse maand elke dag een sessie krijgt in dit programma. Tweede is dat als je in de meeste regio's en steden is het zo dat je op een wachtlijst staat en dat een tijdje duurt eer je de juiste hulpverlening vindt. Soms moeten mensen eerst naar de huisarts gaan om met de huisarts te zoeken wie past bij mij. Dan kom je op een wachtlijst. Nadat je op de wachtlijst komt, krijg je eerst 1, 2 of 3 intakegesprekken om dan aan de therapie te starten. In het beste geval zijn de mensen een maand verder. En ik heb al vaak gehoord dat sommige mensen zelfs 6, 7 of 8 maanden verder zijn eer ze kunnen starten aan het zoeken van een goede oplossing. Nu, het voordeel van deze en andere online oplossingen is, als je nu klikt, ik begin eraan, ben je binnen 1 of 2 minuten bezig. Heb je je eerste sessie vandaag al. En wat we merken, dat is dat de meeste mensen al symptoomvrij zijn of bijna symptoomvrij zijn voor ze een afspraak zouden gehad hebben om met de juiste begeleider aan hun probleem te werken. En dat is een van de redenen waarom veel mensen tegenwoordig meer en meer voor dit type oplossing kiezen. Horen we van veel mensen van dit is een heel toegankelijke oplossing. Als we vragen aan deelnemers die het programma hebben gevolgd, we hebben er een aantal geïnterviewd, we hebben ook heel veel schriftelijke feedback van mensen binnengekregen. De redenen die ze geven waarom zij het programma blijven volgen of hun vrienden en kennissen aanraden om te volgen, de meest voorkomende reden zeggen we hebben een dagelijkse ondersteuning, we worden elke dag opnieuw een stukje gesteund. Een andere reden ze vaak aangeven is, we kunnen direct starten. We staan niet op wachtlijsten, kunnen direct starten. Nog mensen geven aan dat voor hun het anonieme aspect, en dat is een heel grappig iets. Aan de ene kant ervaren mensen het programma als anoniem en toch als persoonlijk. Ik had vanmorgen nog iemand hier voor een interview, een ex-deelnemster, die ik interviewde om te weten te komen wat was voor jou belangrijk in het programma. En wat hij ook weer zei, wat we telkens opnieuw hoorden, ja, niet tegenstaan het programma niet persoonlijk is, door de video's, door de manier waarop het begeleid wordt, heb je om te beginnen het gevoel van, ik ben elke dag met mezelf bezig, ik werk aan mezelf, ik reflecteer op mezelf. Dat is het eerste persoonlijke element. En het tweede persoonlijke element is dat ze het gevoel hebben dat door het feit dat ik als geneesheer en een aantal collega's als arts die mee hebben gewerkt aan het programma
op, in de wijze van video stukjes uitleggen en een stukje begeleiding geven, dat de mensen het gevoel hebben van ik word persoonlijk begeleid. Dat is heel merkwaardig dat niet tegenstaande het programma een volledig automatisch geprogrammeerd programma is en volledig anoniem is, dat mensen dat toch als een persoonlijke beleving ervaren. Dat was iets dat mij als arts enorm verbaasde en ook aangenaam verraste, want ik was blij dat we dat effect konden bereiken om aan mensen mee te geven. Ik had dat gehoopt, maar het overtrof eigenlijk mijn verwachtingen. Dus dat zijn een aantal redenen waarom mensen het programma volgen, opnieuw zouden volgen en ook aan anderen aanraden. Het dagelijkse element, het anonieme element, het feit dat het persoonlijk is. En vooral, wat heel belangrijk is, dat zeggen, nu heb ik het gevoel dat ik aan mijzelf werk. Zelfs sommige mensen die het programma combineren met een therapie zeggen, de therapie helpt mij in een aantal stappen, maar ik heb meer het gevoel dat ik aan mezelf werk door dagelijks dit programma te doen. En dat kan je zelf kiezen. Hè. Je kan kiezen of je het programma zo volgt. Je kan het door je huisarts laten opvolgen. Wij maken ook regelmatig, wekelijks krijgt de huisarts, krijg jij een verslag dat je met de huisarts kan delen, want de privacy ligt bij jou, het is jouw programma. Dus jij krijgt via e-mail een verslag dat je kan delen met de huisarts. De huisarts kan in één oogopslag op grafieken op enkele seconden tijd zien, gaat mijn patiënt vooruit, ja of nee? Is dit voldoende of moet er nog meer begeleiding bij komen? Dus veel mensen zeggen, ik kies om het programma nu te volgen, ik schrijf mij nu in en binnen een aantal weken evalueer ik of ik nog meer ondersteuning nodig heb, ja of nee. En het is best van dat met je arts te bespreken. Hoewel er ook mensen zijn die ervoor kiezen om het op zichzelf te doen. Toch raden we aan van het met de arts te bespreken, omdat de arts diegene is die kan kijken of er nog andere medische complicaties zijn die invloed hebben op jouw verhaal. Maar wij laten die keuze en die verantwoordelijkheid bij jou. Dat is jouw keuze. Jij kiest wat je van je leven maakt. Je bent daar volledig vrij in. We geloven daar heel sterk in dat jij juiste keuzes kan maken op voorwaarde dat juist begeleid wordt. En de juiste informatie krijgt om jezelf te begeleiden. Dus je kan ook in het programma een vriend of kennis uitnodigen of jouw partner om jou te steunen. En als je dat doet, dan krijgt die persoon één keer per week een aantal tips. Hij wordt eigenlijk door ons in de vorm van kleine video's begeleid hoe die jou beter kan steunen. Die geeft jou een stukje feedback en wij begeleiden het proces dat diegenen die jou graag zien, jou gemakkelijker en beter kunnen helpen. Er is geen verplichting om iemand uit te nodigen als maatje of als partner in het programma. Je kan dat doen, je kan dat ook op elk moment doen, je kan dat ook op elk moment stoppen. Dat is ook weer een mogelijkheid die je hebt en die je zelf kan gebruiken zoals jij het wil. En zo zijn er tientallen kleine hulpmiddelen in het programma ingebouwd die jou toelaten om er jouw eigen programma van te maken. Het is ook zo dat we in de toekomst meer en meer modules in het programma aan het inbouwen zijn om allerlei andere zaken, want veel mensen hebben bijvoorbeeld in het begin stress en willen uit die stress komen uit een burn-out, maar willen dan beter leren hoe ze leiding kunnen geven op het werk of hoe ze gesprekken kunnen voeren met collega's op het werk of hoe ze hun relatie met hun kinderen kunnen verbeteren. En we zijn over de tijd meer en meer in het programma aan het inbouwen, zodat je meer en meer mogelijkheden zal krijgen om dingen die je wil ontwikkelen in jezelf beter te ontwikkelen. Een mogelijkheid zonder enige verplichting. Dus indien je het gevoel hebt dat je vandaag je lot in handen wil nemen en iets wil doen en liefst al in de groene zone wil zitten voor je nog een afspraak zou hebben met een therapeut of een begeleider of een arts die jou zou kunnen begeleiden, dan kan je hieronder op die knop duwen, je inschrijven en starten. En zo gauw je de inschrijvingsprocedure achter de rug hebt, ben je in enkele seconden bezig met een kwartier per dag aan jezelf te werken via het zelfhulpprogramma Mijn Kwartier. Ik wens je heel veel succes ermee.